Welkom, Sneak Peek, Kastanjelaan nummer 32 in Leidendorp. Ook weer in de Kerkwijk, maar in dit geval is het een jaren 50 huis. Sterker nog, begin jaren 50. De tijd heeft hier een beetje stilgestaan. Het is veel bruin wat je straks gaat zien. Met oudere badkamer, oudere keuken, oudere afwerking. Maar je kan hier wel heel veel mee. Het is bijna 100 vierkante meter, goede achtertuin, prima voortuin. Dus ik neem je snel mee, dus ik zie je zo binnen. Tot zo. En welkom binnen. Nou, ik was net al eigenlijk in het halletje al gelijk doorgegaan naar de gang. Gave van dit huis is, we zien her en der bepaalde elementjes nu niet. Maar kom een klein beetje dichterbij. Er zit hier bijvoorbeeld nog de genieten vloer onder. Natuurlijk nu vol met lijm en dergelijke. Ik heb ook geen idee of die nog helemaal heel is. Maar als deze gepolijst wordt, ja, dan is dit wel echt een heel gaaf element van het huis. Nou, zo, gaan we terug. Natuurlijk hier, hè. Toilet, vaste kast. Eerst woonkamer. Oh ja, trouwens, keuken daar. Komen we zo op. Woonkamer. Hij is wel goed ruim. Lekker breed. Lekker lang. Voorzien van houten vloer. Centrale verwarming, dat is hier allemaal wel aangelegd. Keteltje hangt boven, is nog niet zo heel erg oud zelfs. En hier ook een hout haard. Ik vind het wel leuk dat het er is. Maar ja, zoals je ziet, het is leeg. Erker aan de voorkant. Met hier openstaande deur aan de achterkant. Tuintje doen we straks eventjes. Ja, het moet echt wel eventjes de moderne liefde hebben. Ik ga naar de keuken, dus ik zie je zo daar. Nou, welkom in de keuken. En nou, zoals je ziet, ja, bruin, vintage. Hè? Tegenwoordig heet het allemaal vintage. Maar ja, zoals je ziet, het moet echt wel gewoon van nu worden. Er zit ook weinig apparatuur in verder. Voor zijn leeftijd is het echt serieus topkwaliteit geweest. Informatie. Deze muur, de handdraadmuur, kan er eventueel uit om een open keuken te maken. Misschien zelfs nog een stukje uitbouwen, maar dat laat ik ook voorzien bij de bezichtiging. Achtertuin doen we straks. Ik ga eens naar boven, maar kijk nog even rond. Tot zo. Ja, welkom boven. Overloopje, hè? Maar zoals ik net ook al aangaf, het is allemaal bruin. Het is in ieder geval nu. Ik neem je gewoon even mee. Mijn vaste kast op de overloop. En we beginnen nu gelijk bij het kleinste kamertje aan de achterkant. Op zich prima voor formaat, werkkamer, maar als kinderkamer ook gewoon helemaal goed. Daarnaast is de grote achterslaapkamer voorzien van vaste kasten. Natuurlijk het tapijtje ook niet meer van nu, maar de ruimte is er, dat is waar het om gaat. Voorkamer, identiek. Twee vaste kasten, afwerking, ouderwets, maar de ruimte is er weer. En als laatste op deze etage, de originele plaatsen waar de badkamer van de bouw heeft gezeten, hebben ze nu ook een badkamer gemaakt, is in het verleden wel een keertje vervangen, maar zoals u ziet, dat is ook wel langer geleden. Ik ga lekker naar de zolder, tot zo. Welkom op de zolder. Hij is lekker hoog. Nou, ik ben zelf natuurlijk niet zo groot, maar de lok is echt super hoog. Althans, voor dit soort type huizen doe ik dat. Wat kunnen we doen? Toekomst. Dakkapel. Dakkapel. Maar de kamer, zoals je nu ziet, is eigenlijk al groot genoeg. Voorzolder hier op de tweede etage hebben we gewoon even overgeslagen, maar daar hangt de cv-ketel. Kijk nog even rond. Ook hier, mooi bruin is niet lelijk. Maar ik zie je zo in de tuin, want die is ook echt wel heel tof. Tot zo. Nou ja, en zoals je natuurlijk van ons gewend bent, laatste shot is altijd in de achtertuin. Hij is totaal bijna 48 vierkante meter groot, hè, breedte maar lengte. Dat is wel natuurlijk inclusief de schuur. De schuur is ook prima, achterom en gewoon ruimte. Ligging trouwens van de tuin, dus officieel is het het noordoosten. Dus ja, redelijk richting het oosten eigenlijk. Maar omdat je hier niet per se hoogbouw hebt, het is vooral ook daar vrij. Wel aardig wat te zon en anders ga je lekker gewoon in de voortuin zitten. Kortom, Kastanjelaan nummer 32, Kerkwijk Leidendorp. Ja, het moet echt wel de moderne liefde hebben, maar het is echt een gaaf huis. Mogelijkheden zijn enorm, dus zien we graag heel snel bij de bezichtigingen. Dag!